Zij had een muzikale topcarrière in Puerto Rico. Maar laten we heel eerlijk zijn, door haar aderen stroomt gewoon Limburgs bloed. Ik heb het over Mai Peters, hartelijk welkom. Fijn dat ze er is. Ik ken tegen een toprasartiest als Puerto Rico gewoon Limburgs kallen. Dat is heel bijzonder, hè? Ja, dat is leuk. Er zijn er een paar die kennen shit en to Eve zeggen, maar dan heb ze het ook gehad. Toch fijn dat ze er even bij is. Even teruggekeerd naar Limburg vanwege de verjaardag van hun man. 80 jaar, gefeliciteerd ook daarmee. En natuurlijk mama, ze kijkt zeer zeker. Het gaat ontzettend goed met tegen Puerto Rico. Maar laten we even beginnen. Het is in 1994 te hergegaan. Mm-hmm. Waarom heb ze die stap gemaakt? Voor de salsa, Erik. Ik ben een Caribische fan. En Puerto Rico of Cuba is het land van de salsa. Mm. Dus, en ik speelde in Parijs, onder de Eiffeltoren, met een Venezolaans orkest. En in, onder de Eiffeltoren ook een gesprek met een bassist. Hij wilde samen de orbit in. Mm. Nou ja, goed. En dat worden Puerto Ricanen. Als ze toen in Puerto Rico wil, gewoon hier. Heb ze, ik maak je een lease met telefoonnummers. En gang maar. Mm-hmm. En ja, dus twee van die mensen op dat vak, ik kan over 1993, die spelen een cruciale rol in mijn nieuws idee. Tributo de tambor, y tromón en clave, mujer boricua. Dat hebben we acuut verstangen en niet dat ondertiteld. Maar dat is een hommage. Een hommage. Om gewoon plat te kallen. Hommage aan de Puerto Ricaanse componist. Is toch eentje van. Mm-hmm. En de producer en de arrangeur is Erik Figueroa. En die mensen ken ik dus al 20 jaar. Ja, maar heb zich dan gewoon in de basis gewoon stinkend geluk gehad doordat ze de goede lui in Puerto Rico leren kennen? En dat dicht een carrière opgeleverd heeft die hem dicht noemt? Ja, weet je wat het is, Erik? Ik denk dat elke mens geluk heeft. Als je dat duist met hart en ziel, dan trekt ze vanzelf de gooi lui aan. En dan trekt ze natuurlijk ook niet alle hoop ratten en haaien, trekt ze ook aan. Maar die les maar die hebben ze weten te ontwieken. Ja, nou, daar ben ik ook tegenaan gelopen. Ja. Maar in de loop van de jaren werd ze direct, oh wacht, ik noem ze ook het heksrie, maar ja, mam, van ons is ook een heks. Dat is die kijkt nog hoog. Ja, dat weet ze ook. Dat is een soort intuïtie. Weet je, de intuïtie wat iedereen ontwikkelt. Ja, zo, oh jongens. Dan denk ze, ja, dat is alleen maar biemig om dat wilt gaat van mij. Of dat wilt je meer of profiteren van ik. En die anderen, die doen het echt omdat ze in het project geloven. Mm-hmm. Ik heb echt de top muzici vandoor, die spelen op mijn cd met Erik. Mm-hmm. Pauli Mechies, die is nu een rondtrek met Santana. Ganse wereld over. De drummer van Ricky Martin, Tony Escapa, die speelde twee weken geleden met mij op het ding. Ja, dus ik denk, ja, dat is dat is gelukt. Maar wie kent ze die luiden allemaal aan? Ik moet ze gewoon de ganse om die klag, omdat ze zo super enthousiast zijn vooral. En energiek, hè? Ja, nee, dat is. Ja, dat is geloof ik inderdaad waar hoor. Ik heb tijdens de cd-presentatie in november, die mensen hebben zich kapot gelachen, inderdaad. Ja, ik ben ook heel veel, het klopt. Ja, en het is, ik denk ook, ik ben nu ook weer gewend mezelf. Ik heb die hele tijd, wie ik nog heel veel ging studeren, Hollanders zijn gewend, veel keuriger, netjes. Kommer rustig. Ja, precies, maar die zijn straight to the point. Hè. En weer hebben toch gaat dat de joen erin, hè. Dat feest. En die Puerto Ricanen, het is net of ik er nu. Of dat allemaal samen is gekomen. Mm-hmm. Ik heb de efficiëntie van die Hollander. Hè. Ik ga het goed regelen. Ik heb het feesten van de Limburgers. Het van de Limburgers. Van die Limburgers. Even de eerste dingen die ze zo zei hier. Oh, beer. Ja. Beer, ze zorgde tappen toen helemaal voor de mama af. Ik kreeg van buiten. Brandbeer, ja, dat is een Puerto Rico. Ik ben ze altijd in het opschip. Zeg, jongens, twee vingers, hè. Twee vingers een beer. Hè. Dan schudden ze tegen wie een Amerikaan. Ik ben dus ook een soort missionaris, toch even goed eerlijk. Dat hebben ze een succesvolle cd gemaakt, daar gaan we dadelijk even over hebben. Maar laat even eerlijk zijn, ik denk in Limburg weet niet iedereen wie Mai Peters is. En vooral door muzikaal paspoort die veel u nog niet bekend zal zijn. Mm. Dus we hebben uit hun carrière een paar beelden gehaald. En ik stel voor dat we even kennis maken met de muziek van Mai Peters, hoe het echt. We'll be right back.
Ja, de muzikale carrière, Maaike van Dijk, is toch vooral te herkennen aan de trombone. Is dat toch de grote liefde van Dijk? Naast de salsa dan, voor zijn Puerto Rico is gegaan. Ja, dus hij is grote liefde. Het is letterlijk een instrument om mich te uiten. Mm-hmm. En ik ben namelijk ook inderdaad vuil. En ik denk, trombone, juf, maakt toch een van de meeste leven. Hè? Een van de instrumenten die het meeste leven maken. Mm-hmm. Oh, dat is, dat kent u zelf wel. Ja. Ik wil altijd trompet spelen. Ja, weet je, maar ja, daar ben ik niet. Echt ook genoeg trompetten. Mm-hmm. En ik hoef me geen koor. Ik denk, nou goed. Maar ja, nou, vijf jaar vond je het ook vervelend. En toen ben ik vanzelf trombone. Ja, toch heb ze deze cd. Eind vorig jaar is daar gelanceerd. Het ontzettend goede recensie kreeg. Als ik eigenlijk het einde mocht voorlezen. Dit geniale idee verdient alleen al een applaus voor de briljante uitvoering op trombone. Is in Puerto Rico de trombone dan zo anders dan hier qua waarde? Nou, weet je wat het is? In Puerto Rico hebben ze heel veel beroemde bluzers. En de trompet en trombone zijn heel erg aanziend. Ja? Beroemde mensen komen er vanaf. En ze zeggen, het trombone is het meest macho instrument wat het geeft. En dat is het tegenovergestelde van Hollanders. Hè? Want hier zijn de trombonisten, dat zijn de koks, hè? De Burgondiërs die de sigaren roken en de cognac. Maar daar zijn het degene die vegen. Ja, zeg maar, het carnavalsidee. Mm-hmm. Het carnavalsidee. Mm-hmm. Dat is de... Truiten. Ja. Aanhalen. Aanhalen. Ik heb net een stukje voorgelezen van het juryrapport. Maar en voor de duidelijkheid, dat was niet zomaar een juryrapport. Dat was ook een juryrapport wat ertoe deed. Hè? Ja, dat was een rapport van de Fundación Nacional de la, para la Cultura Popular. Dat is de, zeg maar, de Nationale Stichting voor de Populaire Volksmuziek. Mm-hmm. En die roepen elk jaar in de top 20 uit. En ze hebben mij genomineerd tot plaats 9 mm-hmm. op de 20. Ja. Dus. Ja. Dus is toch feitelijk in Puerto Rico ook de kans die op de televisie te vertellen wie dat allemaal ze kent? Ja, ik heb de mijn manager. Heb je de manager? Ja. Oh. Dat heeft hij met de wereldster te maken. Nee, precies. En dan zit hij altijd, maar rustig, poco a poco, rustig. Maar ja, ik ben van een hof, zwaartjes hof, we zijn niet altijd jagen. Maar ja, dat kreeg me wel rustig. Ja. En gewoon een dag, 7 interviews op een dag, wie een gek. Maar dat is leuk, joh. Ik heb er ook heel veel publiciteit. Ja, de manager is niet hier om poco poco te zeggen. We hebben hier te maken met een energieke Maai, maar dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Noem eens meegens dag, een dag door hun leven her, een muzikale dag in hun leven in Puerto Rico. Wie ziet hij dan nu eigenlijk uit? Noem eens met. Ja, precies. Mijn dag besluit ik om 7:30 op en dan gewoon ik even ontbijten en gewoon ik direct gewoon eerst mediteren. Mm-hmm. Echt, ik woon vlak 20 meter van de Atlantische Oceaan af. Dus gewoon eerst mediteren, dan gewoon ik even ontbijten en dan gewoon ik 2 uur trombone studeren. Mm-hmm. Maar het dat ze altijd nog het kind leren, studeren. Ja, nee, ik ben altijd gewend te gaan, de ganse warming up. Het is topsport, Erik. Mm-hmm. Dat is dat ze wie atleten die moeten gaan trainen. Zo doe ik het ook. Connecting with the universe, hè? Mm-hmm. En ja. Ja, nu begint het begrip wel. Ik dat ze zei, ik moet oefenen, ja, dat snap ik. Maar ja, nu heb ze een oceaan daar liggen. Ja. Kijk nu tegen de Maas aan, maar ja, nu heb ze zo'n oceaan. Nou, en na de lunchpauze gewoon ik fietsen. Ik fiets om de dag, fiets ik 60 kilometer. Ik ben een van de weinige fietsers ook. Zeker de enige fietser die door een handdoet stuk. En dat de politie zelfs nog zegt, als ze me stuurt, handdoet zegt, dat is een goed idee. Je moet hem ook zo voeren in je Puerto Rico. Ik denk dat ze van de zukken afgereden. Nee, daarom. Maar ik ben wel weer beginnen te geloven. Mm-hmm. Dat toch die katholieke oorsprong, ik weet het niet. Volgens mij hebben we weer hebben het gedaan. Mm-hmm. Ik ben weer gewoon geloven in Engelen, want ik word lang kapot. Oké, nou, dat is dan de opzienbarende mededeling van mij vandaag. Daarmee is ze teruggekomen. Als je even kijkt naar de muziek die ze maakt, vooral op die trombone. Die leeft daar dus enorm in Puerto Rico. Wie vertaalt zich dat in concert? Zegten bijvoorbeeld. Ja, ik heb dus 2 weken geleden bijvoorbeeld, heb ik 2 ontzettend leuke concerten gegeven op een jazzfestival. En dat doe ik met de septetbezetting, dus met de 2 percussionisten, drums, bas, gitaar. En 2 jongens die aan het eind nog meespelen, want ik heb 1 stuk voor 3 trombones opgenomen. Het zijn dus allemaal composities van vrouwelijke componisten die we in een eigen tietsjasje hebben gestoken. Jeske, hebben gestoken. Mm. Dus hebben ze allemaal verschillende ritmes. 8 verschillende ritmes. Mm. Vandoor bomba, plena, samba, de kumbu Brazilië. Hè? En swing. Dus het is gans gevarieerd. Ja. En als ik zie wie die mensen zo op reageren. Ja, het is een dansen. En dat is ontzettend leuk. Dat is echt heel erg leuk. Okay.
Oh, nee, sorry. Ik vervolg, heb ze er nooit gehad van, ging dat hij in Limburg maar zo? Dat jullie er zo op reageerde. Je weet, ze dat geen in Limburg ook, maar dat is alleen tussen een elf en een elfje, tot een elf, van een elfje, van een elfje, en een carnaval, en daarna is het sloes of die moest gewoon... Ik denk dat misschien daarom niet genoeg ik heb de wodka. Vervolgens. Dat is de conclusie. Dat is de oplossing voor alles. Ja. De Limburgers aan zich is ook zo. Dat is precies hetzelfde met het VS en de familie. Hè? Ik bedoel, Hans, ik herken in niet hele hoop. Dus daarom vul ik me ook zo toe. Ja. Zou ze terug willen komen om hier carrière te maken? Of zijn ze Puerto Rico, dat is waar mijn hart nog heet? Nou, ik heb toch gezegd, in Puerto Rico zijn er niet op mogelijkheden. Maar ja, ik ben afhankelijk van wat er gaat gebeuren. En ik heb nu geleerd, heel erg on-Limburgs, om te geloven in wat het mee brengt. Dus niks met regelen, wat we weer allemaal niet doen, en Duits goed regelen. Maar de wet, dat zit al Deepak Chopra zegt het al, in de onzekerheid ligt de bron van de creativiteit. Dat zijn mooie woorden om dit gesprek met af te ronden. Mai Peters, topmuzikaal talent uit Puerto Rico. Even een paar dagen hier in ons eigen vertrouwde Limburg. Fijn dat ze er worden. Misschien ook zo weer eens fijn om een interview in het plat te geven, natuurlijk. Jawel, nee.